Ik heb een verhaal dat ik graag met jullie zou willen delen. Ik zat in bed en ik keek door mijn raam. En ineens zag ik iets naar beneden vallen. Een lichtje. Ik twijfel. Zou ik naar beneden gaan of niet? Want eigenlijk mag ik dat niet zo laat 's avonds. Maar toch doe ik. Ik stap in mijn pantoffels. Ik doe mijn jas aan en ik sluip stilletjes naar beneden van de trap. Tja, dat lichtje, dat is een sterretje. Maar dat ligt daar hulpeloos en alleen. Het moet terug naar zijn familie. Wat moet ik nu doen? Dan krijg ik een idee. Een grote vogel vliegt voorbij. Met een paar broodkruimels lok ik hem naar beneden. Ik aai hem en vraag hem lief of hij mij naar de hemel wil brengen. En het is oké. Hij brengt mij en het sterretje naar de wolken. Maar dan kan hij niet meer verder. Wat moet ik nu doen? Ik zet mij op een wolk en denk na. Ineens hoor ik een vreemd geluid. Het komt van daar beneden. Een raket. Die staat klaar voor vertrek. Ik aarzel niet. Nee. Op het moment dat de raket naar boven vliegt, spring ik erop met het sterretje, hou het stevig vast. En dan, wauw, wat is het hier mooi boven. Het is hier om weg te dromen. De raket landt op de maan. Ik laat het sterretje voorzichtig los en het vliegt naar zijn familie en vrienden. Het lijkt wel alsof het naar mij knipoogt. Dan word ik wakker. Ik besef dat ik niet meer op de maan ben, maar in mijn kamer. Ik kijk door mijn venster en zie zoveel sterren. Maar er is één sterretje dat naar mij flikkert. Ik ben dolblij en val terug in slaap.